Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Eminent. Vandaag zijn Nvidia's mobiele RTX 20 GPU's net zo snel als de desktopversies. Welkom bij Hardware Info TV. Een paar maanden terug kwam Nvidia op de proppen met de nieuwe RTX 20 serie videokaarten voor desktop. En sinds begin dit jaar zijn ze ook beschikbaar in laptops. We hebben het dan over de RTX 2060, 2070 en 2080, want het hele rijtje, nou behalve dan de 2080 Ti, komt in één keer naar de laptops. En het verhaal van Nvidia is eigenlijk, het is allemaal net zo goed als in de desktop. Ja, dat vertelden ze bij de 10-serie natuurlijk ook. Wat ze daarbij nog hebben gedaan is na verloop van tijd ook een Max-Q-versie geïntroduceerd. Ja. Dat is een variant die wat flexibeler is afgesteld, zodat die minder warmte produceert. Je levert iets in op de prestaties, verbazingwekkend weinig in onze test. En die introduceren ze nu ook meteen. Dus je hebt een 2060 Max-Q, 2070 Max-Q en een 2080 Max-Q. Maar het verhaal is wederom, je krijgt ongeveer dezelfde prestaties. En je krijgt sowieso ook fysiek dezelfde chip, waar het vroeger zeg maar nog in de GeForce GTX 900 en 800, ja. De series daarvoor, waren het eigenlijk gewoon altijd andere chips. De 2080 in laptops is fysiek dezelfde chip als de 2080 op die hele dikke videokaart. Ja, voor zover wij weten, want op dit moment heeft Nvidia echt veel minder details gegeven bij deze lancering dan ze meestal doen. Dus ze zijn natuurlijk nooit heel scheutig, maar het is het verhaal dat je dezelfde ervaring hebt. Of het dezelfde chip is, dat moeten we maar aannemen. Want dat weten we niet 100%. Ja. Maar als wij kijken naar onze benchmark, dan zien we eigenlijk dat beeld wel. Ja. Ik heb nu de eerste notebooks getest met de RTX 20-serie erin. Er gaan er nog heel veel volgen. Misschien aardig om te weten. Vorig jaar introduceerden veel fabrikanten nieuwe modellen. Maar daar hebben ze toen heel weinig uitvoeringen van uitgebracht. Omdat ze allemaal wisten, die RTX komt eraan. Dus we gaan nu niet allemaal versies met 10-serie videokaart nog introduceren. En nu krijgen we een notebook die we al hebben getest, waar niks verschilt met een andere videokaart in. Dat is wel leuk vergelijken. Ze stoppen letterlijk die nieuwe GPU in een laptop die eigenlijk al een half jaar op de markt is. Zelfde koeling, zelfde processor. We hebben er eentje tussen ons in staan, een nieuwe gaming laptop met 2080 van Asus. Nou, dit specifieke model gaan we op dit moment even niet te lang over praten. Dat gaan we misschien op een later moment weer doen. Het gaat er later even om van, wat mogen we nou qua prestaties verwachten? Nou, laat eerst maar eens eventjes kijken of wat Nvidia zegt grotendeels klopt. We hebben een RTX 2060 en 2070 onze prestaties op de desktop gepakt. En van een willekeurige laptop met zo'n 2060 en een willekeurige laptop met zo'n 2070 dezelfde benchmark gedraaid. Ja, exact. En die vergelijken we dus. Hè. De benchmark is Battlefield 5 met DXR aan, RTX on. Dus met raytracing. We vergelijken hoe die prestaties, hoe je ervaring dan zijn. We hebben hem ook even uitgezet. Dat is het blauwe balkje. Nou, daar zie je dat daar de verschillen eigenlijk nog het grootst zijn. Maar zodra je die raytracing aanzet, wat natuurlijk een enorme performance hit toch met zich meebrengt, dan zie je dat het verschil tussen die notebooks rechts en de desktop links helemaal niet zo groot is. Ja, dus so far so good. Gaan we wat verder ernaar kijken. Dan gaan we eventjes naar de rest van onze benchmarks kijken. Voordat we dat gaan doen, moeten we het heel even over de prijs hebben. Ja, deze notebooks zijn niet goedkoop die hiermee komen. De vorige versie van deze die hier voor ons staat, dat is de Zephyrus, die was met de GTX 1080 Max-Q al €3000. Nou weten we de prijs van deze nog niet, maar we weten wel van de SCAR 2, waar we dus een versie met een 1070 van hebben getest, en een RTX 2070, dat de 17-inch versie met 2070 2500 € kost op dit moment in onze prijsvergelijker. En de oude versie? De 15-inch versie bij 1070, die was 1899. Ja. €600 verschil. Ja, nou zijn de 15 en 17 inch versies meestal niet identiek geprijsd, maar ze liggen meestal dicht bij elkaar, want die 17 inch is eigenlijk makkelijk om te maken. Wat we bij de desktop natuurlijk zagen was dat een RTX 2080 kaart aanzienlijk duurder is dan een GTX 1080. We zagen dat een RTX 2070 aanzienlijk duurder is dan een GTX 1070 en zo verder. Datzelfde trucje zien we dus nu bij de laptops ook. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de RTX 2060 is in prijs eerder de opvolger van de GTX 1070 dan van de GTX 1060. Ja, absoluut. Kijk, een van de eerste notebooks die hebben getest met die RTX 2060, dat was een MSI GL63. Nou, die GL-serie is een instaplijntje. Ja. Die worden meestal verkocht met de 1050 of 1050 Ti, dan betaal je pakweg 1100 €. Deze versie met RTX 2060, die staat op dit moment in onze prijsvergelijker voor €1899. Dan heb je echt een instap gaming notebook. Met een mooie goede videokaart, hoor. Daar niet van. Het is een mooi notebook. Maar
ja, de prijsverhouding is wel een beetje zoek. Ja, dus zijn het allemaal nieuwe modellen. Er zal vast nog wel iets qua prijs veranderen. Maar we moeten dit in het achterhoofd houden als we naar de benchmarks gaan kijken. En als we dat gaan doen, zien we heel veel verschillende kleurtjes. Laten we daar even eerst Exact. En bedenk dus vooral, hè, dat wil jij op dit moment nu de gaming notebook gaan kopen, ga je dan wachten op die RTX of GTX kopen, dan moet je dit in het achterhoofd houden. Ja. We pakken eerst even Firestrike erbij, 3D Mark. Dat is op zich een synthetische benchmark. Maar die geeft wel een aardig beeld van hoe de wereld er zeg maar uitziet bij de Nvidia's. En dat blijkt ook weer dat synthetische benchmarks niet echt betrouwbaar zijn. Ja. Want ja, hier zie je precies de volgorde. Onderaan staat GTX 1060 in blauw. Dan krijg je de RTX 2070 met de Max-Q versies in geel. De 1080 Max-Q in zwart. En dan in rood de RTX 2060 en in groen de RTX 2070. Waarom zitten hier niet meer 1080's in, zal je afvragen. Het is heel simpel. Ik heb alleen maar notebooks gepakt met dezelfde processor. Een 6-core 8750H van Intel. Ja. Zodat het enigszins vergelijkbaar is op dat vlak. Uiteraard zit het altijd qua koeling en zo is het allemaal anders. Dus tuurlijk, de processor in de ene laptop presteert anders dan dezelfde processor in een andere laptop. Maar in principe kun je hier ruwweg de GPU's vergelijken. Zeker, ja. Maar daarna wanneer je op wat hogere resolutie bij wat hogere kwaliteitsinstellingen gaat gamen, dan speelt die proces niet zo'n rol meer. 3D Mark, geloof allemaal wel. We gaan eens even kijken naar wat games in Full HD resolutie. Want laten we ook eerlijk zijn, de meeste gaming laptops hebben een Full HD scherm. Ja, afgerond alle. Zeker omdat 144 Hz schermen nu zo standaard zijn. Ja. Dit is de resolutie waar je op gamet als je gewoon speelt op je notebook. Nou, in medium zie je dan eigenlijk dat het met de meeste van deze videokaarten vrij zinloos is om met deze instellingen te spelen. Want de processor wordt al snel de bottleneck. Dus bij Far Cry 5 en bij Rise of the Tomb Raider zie je iets meer differentiatie. Maar met name bij GTA 5, daar zie je echt dat alles dwars door elkaar loopt. Omdat je een RTX 2060 of 2070 hebt, het is lood om hout ijzer. Precies. Je ziet nog net het verschil tussen de 1060's en wat daar dan boven zit. Maar hiervoor koop je duidelijk niet een nieuwe notebook of een hele zware videokaart. Ja. In ultra-instellingen wordt het verschil wel iets duidelijker. Zien we de RTX 2070 wel een beetje naar boven lopen. We zien ook dat de RTX 2060 daar soms aardig mee kan komen of er net onder zit. Maar ja, wat je ook ziet, is dat het verschil helemaal niet zo groot is. Dit zijn dus games die geen gebruik maken van raytracing. Ja. Dat geldt voor vrijwel alle games die je dit jaar gaat spelen. Er komen geloof ik 30 titels staan op dit moment op de lijst die raytracing gaan ondersteunen. Dus als je gewoon een DirectX 11 of 12 games hebt, de ene keer valt die RTX 2070 wat hoger uit, maar we hebben het wel over 10 frames per seconde maximaal op meer dan 100 frames per seconde. De vraag is, ga je daar een paar honderd euro meer voor betalen? Als we even gewoon naar de absolute getallen kijken. Full HD Ultra Settings. Dat is eigenlijk wat je wil spelen op een laptop met Full HD scherm. Native resolutie, beste beeldkwaliteit. Exact. Dan kun je zeggen RTX 2060. Het rode balkje, daar hebben we er één van getest. 86 frames per seconde, 72 frames per seconde, 87 frames per seconde is snel genoeg voor Full HD en Ultra Settings. Dus eigenlijk zou je zeggen, investeren in een 2070 of nog duurder heeft niet heel veel nut. En het cynische verhaal tegelijkertijd is ook nog dat die RTX 2060 eigenlijk niet sneller is dan die GTX 1070 van vorig jaar. Ja, feitelijk wel. Kijk, als je zegt van ik heb een 144 Hz scherm, ik wil zoveel mogelijk dat benaderen, ja, dan wil je zo snel mogelijk een videokaart. Ja. Ja, dan kan je misschien nog wel beter gaan kijken naar een uitlopend model met een 1080 erin. Want die komen ook behoorlijk hoog uit dan naar een echt peperdure RTX 2070. Ja. Maar goed, ga je dan kijken naar Ultra HD, dus dan ben je eigenlijk, dan heb je het erover dat je een externe beeldscherm aansluit. Er is een handvol gaming notebooks met een 60 Hz Ultra HD scherm. Maar ja, daar kun je echt van afvragen, wil je daar mee gamen? Nou, dan zie je enerzijds, hier onderscheidt die RTX 2070 zich. Bij medium settings heb je gewoon speelbare frame rates. Ja. In elk geval in een aantal titels. Ook die 2060, die komt hier echt goed mee met die 1070. Dan zie je dat het echt wel een hele snelle videokaart is. Maar ja, dan heb je het feitelijk over spelen op een apart beeldscherm. Ja, duidelijk. En 4K in ultra settings hoef ik niet eens na te gaan kijken. Want daar zijn dit soort GPU's gewoon eigenlijk niet snel genoeg voor een laptop. Precies. Nou, het is natuurlijk wel hoe sneller de GPU, hoe meer stroom die verbruikt. We kennen natuurlijk op de desktop zijn het allemaal mega apparaten met hele dikke koelers. En dat is allemaal niet zonder reden, want de TDP's, de 200 watt heb je zo. In een laptop kan het allemaal niet. Het is allemaal flink getuned, maar alsnog, er wordt wel een belasting op de batterij gelegd. Ja, precies. Nou, ik moet hier een hele dikke disclaimer bij zetten natuurlijk. Al deze notebooks zijn compleet anders. Ja. De ene heeft een veel grotere accu dan de andere, de ene is anders afgesteld, et cetera. Maar toch, ik vond het wel aardig om te zien, want we hebben gezien dat de RTX-kaarten op de desktop toch behoorlijk wat stroom verbruiken. Hoe doen zij het mobiel? Nou, dat is eigenlijk wel goed nieuws. Ze springen er niet uit. Sommige die komt, eentje komt zelfs best hoog uit. Die nieuwe Asus Scar 2, die staat echt hoog qua duur op een acculading. Dus 17-inch notebook, pas de grote accu in, maar toch. Maar ze staan niet allemaal onderaan. Dus het is duidelijk dat deze
chips in elk geval niet heel veel meer verbruiken dan hun voorgangers. Daar heeft Nvidia echt goed werk afgeleverd. Ja. Dus dat is positief. Maar tegelijkertijd is het wel nog altijd zo, als je wil gaan gamen op een laptop, steek je wel echt in het stopcontact. Niet alleen omdat het anders heel snel voorbij is, maar ook omdat ze alleen dan op hoogste snelheid werken. Dat sowieso, ja. Je prestaties zijn altijd minder. Eigenlijk is het een beetje hetzelfde, dezelfde conclusie als bij de desktop. Bijna nogal wie dus, want dat zijn ook dezelfde chips als de desktop. Maar bij de desktop heb ik ook gewoon gezegd, de nieuwe chips zijn duidelijk sneller dan hun voorlopers. Er zitten hartstikke mooie nieuwe technologieën in. Laten we niet nu weer helemaal het raytracing verhaal opnieuw gaan doen. Maar technologisch is het mooi vooruitstrevend. Ja. Maar wat Nvidia helaas heeft gedaan, is het complete winst qua prestaties verdisconteren in de prijs, waardoor je qua prijs-prestatieverhouding dus eigenlijk geen meter opschiet. Ja, exact. En sterker, kijk, bij een desktop kun je er nog voor kiezen van ik ga misschien later upgraden. Of ik doe het nog wat langer, maar als je op dit moment voor de keuze staat, ik ga een nieuwe notebook kopen, dan word je gewoon echt voor het blok gezet. Je moet of heel veel meer betalen, of gewoon zeggen, ik zie af van die raytracing, ik neem nog een uitlopend model. Ja. Of je moet wachten op de opvolger van de 1660, bijvoorbeeld voor mobiele omgevingen, en kijken hoe die uitpakt. Maar ja, wil jij een beetje fatsoenlijke videokaart, dan moet je echt lappen. Ja, en tegelijkertijd moet ik ook zeggen, juist bij laptops, je zegt al uitlopende modellen, aanbiedingen van laptops met GTX 1060, 1070, 1080, die gaan we wel steeds meer zien. Ja, dikke kans. Ik verwacht dat je ook bij de aanbiedingssite, dat er nog een paar echt flinke mooie aanbiedingen voorbij gaan komen. Ja, en als je deze grafieken dus hebt gezien en je denkt van nou, dat raytracing hartstikke leuk, ik wacht nog even op de volgende generatie tot het echt gemeengoed is, dan denk ik dat je het slechter kan treffen door nu een GTX 1070 te kopen. En ja, die RTX zeker mobiel nog even te laten voor wat het is. Duidelijk. Tot zover HardInfo TV voor vandaag. Wij zijn er op maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.